Hoi, leuk dat je kijkt. Welkom bij vlog nummer 51. Mijn naam is Mirjam van mirjammolenbeek.nl. En ik ga jullie weer een paar daagjes meenemen achter de schermen in deze vlog. Ik bedacht dat zojuist dat ik het komende week erg druk ga hebben. De komende 2 weken eigenlijk. Met het inpakken en verzenden van de adventpakketten. Heel veel zin in. Er staan hele leuke spullen in het atelier. Lekker ruikende dingen van alles. Ik moet ook nog het een en ander ophalen deze week. Dus ik dacht, volgens mij komt er niet echt een moment dat ik even kan gaan zitten en tegen jullie kan kletsen. Dus maak ik gewoon weer een vlog achter de schermen. Ik ga wel ook aan het einde van deze vlog de winnaar van vlog 50 bekendmaken. Heel veel dank voor alle reacties die ik... Het is nu woensdag 3 november. Ik heb onwijs veel leuke reacties binnen. Dus dank daarvoor en aan het einde van de vlog de winnaar. Ik dacht dat het wel leuk was om even iets te delen. Het is namelijk nu redelijk vroeg in de ochtend. Nou, het is nu aardig licht al buiten, omdat afgelopen weekend de klok een uur terug is gegaan. Ik merkte alleen wel de laatste dagen dat ik een beetje was, steeds meer werd. En dacht, wat is er nou aan de hand? Behalve dat het gewoon knallend druk is en de ene zieke na de andere zich voordoet, geloof ik. Is het niet bij ons thuis, dan is het wel in de omgeving, waardoor afspraken weer verplaatst worden enzovoort. Nou, allemaal prima. Maar toch zo'n extra gevoel. En toen zei mijn man gisteren, joh, is het niet weer tijd voor je daglichtlamp? Tjing, dacht ik, dat is hem. 3 jaar geleden, is het 3 jaar geleden? Ja. Toen zat ik in al mijn ADHD onderzoeken en kreeg ik heel veel tips. Ook heel veel tips die ik naast me heb neergelegd, want ik werd er een beetje door overspoeld toen der tijd. Maar een van de tips was, ik zat daar toen in december bij een therapeut en vertelde dat ik me een beetje voelde en niet snapte waar dat door kwam. En die raadde mij toen een daglichtlamp aan. Nou, dat is echt toen een soort van, nou, redding is een groot woord. Maar ja, nou, misschien ook wel. Het doet heel veel voor mij. En de daglichtlamp die ik gebruik is deze. Die heb ik toenertijd besteld met de tips vanuit de therapie. Als ik nog kan vinden welke het is, zet ik het linkje hieronder. Want er zijn 10.000 daglichtlampen, maar niet elke lamp is geschikt of is... Nee, is geschikt om gewoon lekker 's morgens even een half uurtje bij te zitten. En natuurlijk de disclaimer, als je je erg depressief voelt, dan is het beter om even met je huisarts te gaan praten en niet zomaar zelf te gaan klooien. Maar ik dacht, ik deel de tip wel even, want dat kan voor mensen die ook gewoon net een beetje dat gevoel hebben van, wat is er nou? Kan het een enorme uitkomst bieden, denk ik zo. Nou, ik gebruik hem dus 's morgens als ik opgestaan ben, dan begin ik meestal met... eventjes wat water drinken en wat fruit eten. Dat doe ik meestal hier op de slaapkamer, want ik heb altijd even 's morgens nodig om te schakelen van de nacht naar de dag. En op dat moment zet ik die daglichtlamp aan. Het moet ongeveer een half uurtje. Nou, op een gegeven moment komen hier vanzelf de kinderen en die kijken wat op de iPad of wat dan ook. Dus dan red ik het precies om het een half uurtje te doen. Ik heb hem vanmorgen voor het eerst weer gebruikt. Ik merk gelijk verschil, dus ik dacht, ik ga die tip toch eventjes met jullie delen. Nogmaals, mocht je vragen hebben of wat dan ook, mail me eventjes. En ga niet zelf lopen klooien als je echt goed depressief voelt. Dan is een arts of een therapeut altijd stukken beter. Hè? Met een daglichtlamp en breien kom je heel ver. Maar sommige dingen die moet je echt bij de therapeut neerleggen, zeg ik altijd maar. Leuke dag voor de boeg. Vandaag niet zo heel veel werkdingen. Ben gisteren hard bezig geweest met alle pakketten inpakken. Er zijn hele leuke kerstdozen binnen voor de adventkalenders. Dus als ik vandaag een gaatje kan vinden, ga ik vast een beginnetje maken. Maar wat ik vandaag ga doen, er komt zo meteen iemand langs die ons gaat helpen met ons interieur. Dat is echt leuk. Ze is al een paar keer geweest. Ik ga haar nu nog even niet noemen. Ik ga eerst aan haar vragen of ze dat oké vindt dat ik haar in dit stadium al noem. Ze is echt fantastisch. Ze weet gewoon zo goed hoe je een ruimte in moet delen. Het is echt heel erg leuk. Ik heb haar al jaren geleden leren kennen.
Toen we ooit, ja, ik verkocht toen nog handgebreide mutsjes en zo. Dus dan stonden we ooit samen. Ik geloof dat zij toen een beurs organiseerde. En ze kende mij, ik denk via Instagram, had mij gevraagd of ik daar kwam. Dus in die zin volg ik haar al jaren. En een tijdje geleden dachten we, nou, er moet iets aan ons huis gebeuren. We gaan er ook een extra slaapkamer bij laten maken. Er moeten wat verbouwingen plaatsvinden. En toen dachten we... Kunnen we dan nu niet gelijk de hele boel een beetje meepakken en opleuken en het huis echt helemaal naar onze zin maken? En toen moest ik gelijk aan haar denken. Dus toen hebben we contact gehad van, goh, zou je iets voor ons kunnen betekenen? Ze is een paar keer langs geweest. Zo tof hoe dat gaat. Mijn man en ik moesten allemaal plaatjes uitkiezen en om te kijken of we dan tot één geheel kwamen. Nou, dat ging redelijk soepel en snel. En ze is al een paar keer, ze tekent dan dus helemaal uit. We gaan de woonkamer door haar laten doen. En onze slaapkamer, die wordt in tweeën verdeeld. Daar gaan we een extra slaapkamer bij maken. En daar gaat ze ook in meekijken hoe we dat het beste kunnen indelen. Nou, ze tekent dat helemaal uit. Maar ze geeft dus ook allemaal, ze neemt stoffen mee, behangetjes mee, kleurstalen mee voor op de muur. En ze kwam echt met dingen die ik nooit in de winkel uit had gekozen. Maar ze legt het bij elkaar en dan denk je, wauw, wat tof. Dus ze komt zo weer eventjes langs met ja, een soort tussentijdse tekeningen. Vast kijken of we op zoek kunnen gaan naar een aantal meubels. Nog wat dingetjes opmeten en zo. Dus dat is altijd heel erg leuk. Nogmaals, als ik... met haar heb besproken of ze het goed vindt dat ik het deel, dan ga ik zeker haar account hieronder zetten. Of dan komt het in een later stadium. Heel veel zin in dus. Daarna, ik heb mijn sportkleding aan, want ik ben sinds een aantal weken aan de slag gegaan met een personal trainer. Ik wilde gewoon al heel lang weer goed in shape komen. Kilo's kwijtraken, belangrijk, maar vooral goed in mijn conditie komen en... Zorg dat ik ook lekker veel energie heb. En ook blijkt wel voor mijn ADHD dat sporten een hele goede uitlaatklep is. Alleen dat hoofd van mij is er ook heel goed in om elke keer redenen te bedenken waarom ik dan niet ga sporten. Nou, ik heb in het verleden wel van die bootcamp clubjes gedaan. Toen ik, onder andere toen ik zwanger was en zo. Maar dat, ja, dat verzandt meestal in vooral heel veel geklets en zo. Dus ja... Dat, ja, ik dacht, dat is hem nu niet echt voor mij. Is ook vaak 's avonds, dat vind ik niet lekker. Ik heb nu een personal trainer die gewoon echt helemaal met mij meekijkt. Wat heb ik nodig? Ja, ze zet me echt heel goed aan. Dus ook al heb ik dan af en toe dat ik denk, ik voel me niet zo lekker. Misschien moet ik afzeggen. Op de een of andere manier, net op dat moment, stuurt ze altijd een leuk berichtje, waardoor ik er weer heel veel zin in heb. Dus ja, dat is wat ik eigenlijk vanmiddag ga doen. En daarna zal ik niet meer zoveel opnemen, denk ik. Meestal, nee, dat valt wel mee. Het is pittig, maar wel echt heel erg lekker. Dus daar ga ik mee aan de slag. Nou, de volgende beelden, dan zal je me vooral een beetje bezig zien met de adventkalenders. Oh, misschien trouwens ook nog wel leuk om even te laten zien... Want het is toch een breipodcast. Ik heb dus op mijn verjaardag sokken opgezet. Geen verjaardagsokken had ik voor mezelf. Maar ik heb wel sokken opgezet. Dat zijn deze. Dat is een strenggaren van Homespun House. Die had ik van de zomer al besteld. En kreeg ik ergens in september binnen. Want het was een Harry Potter pre-order. Deze heet geloof ik de Dementor's Kiss. Nou, één keer per jaar doet ze die pre-orders. En kun je een aantal bestellen. En dit was dus de kleur die ik voor mezelf had besteld. En waarvan ik al in gedachten had van misschien ga ik daar een paar sokken voor mezelf van opzetten. Heerlijke wol, echt hele fijne wol. Haar garen zijn aardig prijzig, maar ach, af en toe moet je jezelf even verwennen, hè. En ik was dus, ik had de hiel en zo er al in zitten. Ik had gekozen voor een beetje goudgeel, wat op zich heel tof stond. Maar het voelde toch net niet goed. Dus ik was al aan de voet bezig. En toen dacht ik gisteravond, nee, ik ga gewoon lekker de hele sok in deze kleur doen. En tegelijkertijd zit ik de Harry Potter boeken nog verder te luisteren. Dus daar word ik dan weer heel erg blij van. Dus dat is een fijne sok waar ik aan het breien ben. Ik gebruik gewoon mijn eigen Basic Magic Loop socks patroon. Dus top-down Magic Loop breien.
Die vind je in de online breicampus gratis, maar je kunt hem ook kopen op Ravelry. De andere streng die ik van de Harry Potter Garus heb gekocht was deze. Ik weet niet meer hoe die heet. Mellow, yellow, het zit erin, maar ik wil hem er even niet uithalen. Ben ik een mutsje voor Aagje van aan het breien. Dat zijn echt haar kleuren, roze en geel. En ook met haar deken in mijn achterhoofd dat ik dan een stukje overhoud voor haar haakdeken. En het mutsje dat ik aan het breien ben is van Tink & Knits, een gratis patroon. En dat is de Barley Light. Een vrij simpel mutsenpatroon. Ja, superleuk. Dus daar ben ik tegelijkertijd ook tussendoor aan bezig. Nou, ik ga lekker aan mijn dag beginnen. Een bakje koffie zetten voor degene die zo komt. En dan ja, zie je me wel weer. Doei! Hoi, superleuke ochtend gehad. Interieurverzorgster, ik heb er inmiddels getagd bij het vorige stukje. Dus dan weet je ook dat ik met haar heb afgesproken dat ze het helemaal prima vindt als ik vertel wie ons helpt bij de styling van ons huis. Kijk zeker even op Birgits profiel. Echt superleuk om inspiratie op te doen. Maar dus helemaal fantastisch als ze je interieur gaat uittekenen. Nou, we hebben hele enorme tekeningen gehad waar exact op getekend staat wat we waar neer kunnen zetten. We hebben een heel boodschappenlijstje met meubels die we kunnen gaan kopen, gordijnen enzovoort. Ze heeft dat ook echt helemaal voor ons opgezocht bij welke winkel die producten te koop zijn. Verfkleuren, behangstaaltjes. We zijn de komende maanden zoet. Superleuk. Ook heerlijk gesport. Was heel fijn. Vandaar de natte haren. Net even gedoucht. En toen kreeg ik bericht dat er allemaal spullen binnen zijn voor de adventpakketten. Ik ga jullie natuurlijk niet laten zien wat er in de adventpakketten gaat. Want dat blijft nog even geheim. Maar ik vond dit wel hilarisch om te laten zien. Want in de adventpakketten zitten een paar redelijk breekbare spulletjes. Dus ik heb wat opvulmateriaal gekocht. Om ja, die breekbare spullen in te verpakken. Allemaal helemaal duurzaam en natuurlijke dingen. Dit is biologisch helemaal afbreekbaar. Maar kijk nou, hilarisch, wat een grote zak. Ik vind het echt super grappig. Dat is toch leuk? De kinderen willen er eigenlijk een bubbelbad van maken, maar ik weet niet wat er dan van overblijft. Of een ballenbad, moet ik zeggen. Aan die kant, maar die ga ik nog even niet laten zien, staan de dozen waar alles in gaat. Speciale kerstadventdozen. Dus ik kan gaan beginnen de komende dagen met inpakken. Daar heb ik heel erg veel zin in. Ja, ik vond het wel hilarisch om nog even te laten zien. Doei! Hallo, het is nu vrijdag. Weer vanuit mijn woonkamer, want ik merk dus dat ik elke keer de camera op wil pakken in mijn atelier. Alleen er is bijna geen hoekje meer van waaruit ik kan filmen, zonder dat je op de achtergrond iets ziet van de adventpakketten. Dus elke keer als ik wil filmen, dan kijk ik terug en denk, oh nee, dat kan niet, want daar zie je dat staan en daar zie je het breiproject liggen. En dus ik dacht, ik ga eventjes hier opnemen hoe ver ik ben. Het is nu, ik heb net geluncht. Het is iets na de lunch. Ik ga zo meteen op pad om nog de allerlaatste cadeautjes voor de adventpakketten op te halen. Kan ik dus ook niet filmen, want dan weet je al wat er erbij komt. Saai eigenlijk. Nee hoor, er komen nog wel genoeg dingen aan die ik voor je kan filmen. En ik heb vanmorgen leuk een nieuwsbrief geschreven, al zeg ik het zelf. Vergeet ook niet, als je dit kijkt en je bent nog niet ingeschreven op mijn nieuwsbrief, doe dat dan even. Het linkje staat altijd onder de video's. Maar soms heb ik gewoon, er staat gewoon heel veel inspiratie in. Veel breipatronen die ik deel. Vandaag ook heel leuk een trui van iemand die zij gemaakt heeft met de garens uit mijn webshop die ik dan deel. Dus ja, ik probeer altijd zoveel mogelijk inspiratie ook mee te sturen. Maar ook als je op de hoogte wil blijven van wanneer nieuwe breilessen en zo ingepland zijn, of wanneer er een bepaalde actie of korting is, dan hoor je dat altijd via de nieuwsbrief. Dus schrijf je even in als je dat niet al hebt gedaan. Dus dat is wat ik vanmorgen heb gedaan. Naast dus ook weer allemaal dingetjes voor de adventpakketten. Bestellingen zijn lekker de deur uit. Vind ik ook altijd wel fijn voor het weekend.
Morgenochtend heb ik even open atelier. Ik heb daar niet heel veel aandacht aan besteed, dus ik weet niet hoe druk het gaat worden. Het staat altijd op de contactpagina op mijn website. Maar omdat er natuurlijk van de week weer persconferentie was over nieuwe maatregelen, dacht ik, nou, ik ga het verder niet heel groots aankondigen. Dus we zien wel wie er langskomt. En ja, dat moet ook bij mij weer met mondkapje. Dus op zich kunnen de open ateliers gelukkig gewoon doorgaan. Is wel ook een van de redenen. Ik was na mijn Q&A-vlog, als je die gezien hebt, was ik natuurlijk ook heel enthousiast aan het praten over eventueel een breiweekend. Wat me fantastisch leuk lijkt om te organiseren. En ik was al gelijk allerlei dingen aan het uitzoeken daarvoor. Om dat wellicht zo in februari, maart te kunnen organiseren. Alleen ja, gewoon de huidige cijfers en dingen. Is het denk ik verstandig om daar gewoon nog heel eventjes mee te wachten. Er verandert elke keer weer zoveel dat ik het maar even zo laat. Nou, het meeste van wat ik doe is gelukkig ook online. Dus online kun je veilig blijven shoppen, veilig breilessen blijven volgen. Iedereen ontmoeten in de besloten Facebookgroep is ook allemaal veilig. Dus dat kan allemaal, dat blijft gewoon lekker doorgaan. Ik ga dus zo op stap. Om de spullen te halen voor de adventpakketten. Dan ga ik de kids uit school halen. En dan eind van de middag ga ik denk ik nog even, als dat met het werk van mijn man uitkomt, ga ik nog even verder met spulletjes inpakken voor de adventpakketten. En dan gaat het weekend alweer lekker beginnen. En ik weet niet of ik dat nou al gezegd had, maar morgen zaterdag na open atelier, dan rijden wij naar Laren. Want in Laren schijnt de bank te staan die onze interieur, die Birgit, ik kan nu gewoon de naam zeggen, die Birgit voor ons heeft uitgezocht. En die gaan we dus eventjes testen morgenmiddag om te kijken of die ook lekker zit en zo. En ja, dan kunnen we beslissen of dat inderdaad de bank, de nieuwe bank in onze woonkamer wordt. Dus als dat lukt en alles gaat goed, dan zal ik daar ook een klein stukje van filmen. Doei! De bank is super lekker en je kan hier ook heel lekker in de boekjes gaan zitten. Zo. En dan kan je zo tv kijken, dat is echt heel fijn. En je kan er ook zo lekker slapen. En daarom is deze bank dus heel fijn. En je kan... Ja, hopelijk ben ik een beetje verstaanbaar, want het is flinke storm hier op Scheveningen. Zondagochtend is altijd het moment dat ik lekker mijn wandeling doe door onze mooie duinen. Zoals je gezien hebt, hadden de kinderen gisteren besloten dat zij zouden vloggen bij de bank. Nou, dat kwam eigenlijk goed uit, want het was best druk. Het is gewoon een showroom waar je... Ja, zeg maar de bank in stukken kan zetten zoals je hem zou willen hebben en de bekleding kan bekijken. En vervolgens, je kon het daar bestellen, maar het was echt wel druk. Dus dat gaan we gewoon lekker rustig thuis doen. Ik denk wel dat het hem gaat worden, de bank, want hij beviel goed. Zoals je de kids hebt horen zeggen. En bovendien had ik natuurlijk mondkapje op, dus dat vlog toch wat lastiger. Dus ik was blij dat de kinderen zich aanboden. Deze ochtend lekker even fikse wandeling maken en dan wel aan het werk vandaag. Want ja, de adventpakketten die wil ik wel eind van de week
of eind van de week, begin volgende week, in elk geval allemaal verzonden hebben. Ik denk dat ik het in stapjes ga doen. Dus veel led loopy binnen, dus dat ga ik nog even in de webshop zetten. Dat zal ik nog wel even filmen. Ik heb een paar nieuwe kleurtjes binnen. Dus dat ga ik nog even laten zien. Ik ga nog even verder genieten van mijn wandeling en ik zal jullie ook nog een klein stukje meenemen. Zo, dit zijn de kleurtjes led loopy die vorige week al binnengekomen waren. Dus dat waren echt nog maar een paar basic kleurtjes. Zoals je ziet heb ik verder nog eventjes geen plek in deze kast. Maar ik wil jullie wel vast laten zien welke kleuren er nog bijgekomen zijn. Nog een bruinige. De kleurnummers zie je allemaal natuurlijk op de website staan. Dit is ook een nieuw kleurtje wat ik erin doe. Dit is een kleur die al heel lang niet geweest is en weer terug is. Deze ook nieuw, is een hele donkergrijs. De zwarte kon ik helaas nog niet bestellen, maar de hele donkergrijs. Dit is een geel die ik ook in mijn treista heb gebruikt. Die ga ik je zo laten zien, want die heb ik toevallig aan. Dat geldt ook voor deze blauw, die zit ook in mijn treista. En deze ook. Heel toevallig kon ik die allemaal weer bestellen. En ik doe hem dan samen met een lichtgrijs. Nou, dit is weer een nog iets minder donkergrijs dan dat deze is. En dan heb ik daar nog een nieuwe kleur groen en een kleurtje bruin. Dus heel blij, er is best wel weer wat op voorraad. En zoals je ziet had ik mijn treista toevallig aangetrokken. Altijd lekker om hier aan te hebben. Er is een verwarming, die zet ik niet heel graag aan als het niet nodig is. Maar als het zo net een beetje frissig is buiten, heerlijk om dan de trui aan te hebben. Details van al mijn projecten zie je altijd in, op mijn Revelry pagina. Dus daar staat precies welke kleurnummers ik hiervoor heb gebruikt. En ja, eigenlijk alle kleuren zijn op dit moment weer op voorraad. Ik wilde je ook nog even laten zien wat ik gisteravond afgebreid heb. We zijn... Nadat we naar de meubelzaak waren geweest, hebben we nog lekker even wat gedronken naar de vesting. Heel gezellig. En toen we thuis kwamen, lekker soepje gegeten. Had mijn man al klaargezet. En 's avonds heb ik heerlijk doorgebreid aan mijn sok. Dat is dus het Basic Magic Loop sok pattern. Wat in de online breikamp bestaat. Maar wat je ook op Ravelry vindt. Mijn eigen patroon. Ik heb eigenlijk gewoon uiteindelijk gekozen. 2x2 rib. 64 steken doe ik altijd met naald 2.25. En het is dus dat garen van A Homespun House. En het is zo'n lekker garen. Ik vond het zo leuk dat ik gewoon doorgebreid heb. Vrij donker, zeker als je het 's avonds breidt. Maar nou ja, daar heb ik verder helemaal geen last van gehad eigenlijk. En ik heb gisteravond gelijk sok nummer 2 opgezet. En ook daar al een flink stuk aan kunnen breien. Dus dat was heel fijn. Ik ga nu eventjes nog een paar uurtjes inpakken. Ik ga de bestellingen die er staan... Ik heb het gevoel dat ik steeds verder wegzak. Even zo. De bestellingen die er nog zijn, die ga ik vast klaarzetten. Dan kunnen die morgen de deur uit. Morgen en overmorgen ben ik echt 2 hele dagen aan het inpakken. En dan komen er 2 hele lieve mensen helpen met inpakken. Ik weet niet of ik dan film. Ik weet helemaal niet of zij daar nou zoveel zin in hebben... Of dat ik er überhaupt over nadenk. Want waarschijnlijk zijn we vol aan het inpakken. Dus misschien, ik ga nu nog een paar uurtjes inpakken. Vanmiddag ga ik echt eventjes uit. Dat heb je ook nodig. Ik kan heel lang heel hard gaan. Maar dan moet ik ook echt eventjes een middag helemaal uitstaan.
Want dan kan ik weer opladen voor de komende dagen. En ja, dus ik weet niet of ik de komende 2 dagen film. En anders zie je me woensdag. En woensdag ga ik nog een klein stukje filmen om de winnaar bekend te maken van de giveaway uit vlog 50. Er staat onder de YouTube video van vlog 50 dat je tot en met dinsdag mee kan doen. Dus ik kan woensdag ook de winnaar van het project tasje trekken. Ik ga lekker nog eventjes aan de slag en je ziet me wel weer. Zo, het is inmiddels woensdag. Ik begon de vlog op woensdag en ik eindig hem op woensdag. Het is vandaag geloof ik 10 november. Je ziet achter mij al een hele stapel adventpakketten. We zijn 2 dagen en met we bedoel ik, ik had wat mensen die kwamen helpen, wat heel fijn was. Ik denk dat ik net iets over de helft ben met inpakken, maar alle cadeautjes en zo voor de adventpakketten zijn ingepakt. Dus dat is super fijn. Het is veel meer werk dan ik ooit had kunnen bedenken. Maar ik hou me er heel erg aan vast dat ik denk dat iedereen die dit pakket straks opent, daar heel veel plezier van gaat hebben. En ja, die gedachte die vind ik gewoon heerlijk. Wat ik ga doen voordat ik de vlog afsluit, is natuurlijk de winnaar uit vlog 50 bekendmaken van het mooie projecttasje. Ik zal zo de camera even draaien, dan kun je live meekijken wie de winnaar is van het projecttasje. En als je de winnaar bent, dan moet je me even mailen op info@mirjammolenbeek.nl met je adres en dan komt het tasje naar je toe. Voordat ik de winnaar bekend ga maken, vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen onder deze video. Dan help je mij mijn kanaal weer laten groeien. Dankjewel. Ik ga het beeld draaien. Dan laat ik de winnaar zien en dan ga ik deze vlog afsluiten. Je ziet aan mijn wallen dat ik niet al te best geslapen heb. Naast het feit dat dit heel erg druk is, ja, zijn deze dagen... hebben we een kind dat wat slecht slaapt. Dus we zijn er nogal veel uit 's nachts. Ik denk dat dat met alle onrust te maken heeft. Ja, op school, we hadden van de week al 2 keer weer kinderen thuis vanwege zieke juffen, klasgenootjes met corona. Dus die onrust neemt toe. En het is morgenavond Sint Maarten en komende zaterdag komt onze Goedheiligman aan. En dat is natuurlijk ook altijd weer een spannende tijd voor de kinderen. Als je dat gaat vieren, een van die 2 feesten, ik weet niet of ik dit nog voor Sint Maarten online heb staan. Maar in elk geval de Sinterklaasperiode, als je die viert, dan wens ik je daar heel veel plezier mee. Wij gaan lekker thuis de intocht bekijken, een ochtend speculaas bakken, dat soort dingen. Even een lekker dagje thuis ervan maken. Ik ga de winnaar bekendmaken, mijn beeld draaien, maar ik zeg in beeld vast. Dankjewel weer voor het kijken en graag tot vlog 52. Goed, de commentpicker.com. Ik heb hier de link ingevoerd van vlog nummer 50. Ik heb hier aangegeven dat het getal 50 in het commentaar moest staan, want dat was de voorwaarde om mee te kunnen doen met de giveaway. Dus ik ga de comments eruit halen. Dat zijn er 90 die meedoen. En hier kan ik dan op start drukken en dan wordt er een winnaar gekozen. Spannend, spannend. Esther Kok, je commentaar was gefeliciteerd Mirjam, vlog 50 alweer. Ik geniet van je vlogs. Ik ga kijken op je feestdagenpagina. Superleuk dat je dat hebt gemaakt. Kan ik mijn verlanglijstje aanvullen. Esther Kok, hartstikke gefeliciteerd. Superleuk dat je mee hebt gedaan. Dat geldt voor alle winnaars. Heel veel dank voor het meedoen aan deze giveaway. Esther, jij mag me eventjes mailen op info@mirjammolenbeek.nl. Doe dat voor de volgende vlog, dus voor vlog 52. Dat betekent dat je vanaf dat de vlog online is gegaan 2 weken de tijd hebt om mij een mailtje te sturen. Iedereen, heel veel dank voor het meedoen en ik wens je een hele fijne tijd toe. Hou het YouTube kanaal eventjes in de gaten, want ik denk dat ik binnenkort een oproepje plaats om te kijken of er vragen zijn voor een nieuwe Q&A, oftewel vraag en antwoord video. Dankjewel en ik wens je een hele fijne maand november. Veel breiplezier!